Hallo, ik ben Laura, ik ben bio-ingenieur van opleiding en ik werk bij BioLizard. Hey, ik ben Menen en ik maak content op Instagram en op TikTok. Oké, Laura, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag DNA extraheren uit banaan. Oké, interesting. En wat hebben we daarvoor nodig? Daarvoor gaan we eerst beginnen met een extractiebuffer. Daarvoor hebben we nodig een glaasje, een leeg glaasje. Daarin gaan we 100 milliliter warm water doen. We gaan daar zout aan toevoegen en we gaan daar zeep aan toevoegen. Oké, we gaan daaraan beginnen, hè? Oké, warm water. Dat is warm water. Dat is ineens 100 milliliter. Gaan we er ineens bij doen. En dan mag je daar 1 eetlepel keukenzout aan toevoegen. Oké. Morsen. Is dat genoeg? Dat is perfect. Okay. Voeg maar aan toe. Hier heb je de 10 milliliter zeep. Die mag er ook bij. En dan gaan we dat goed door elkaar mengen. Alright. Voilà, ik denk dat ik alle zeep heb. Dat is perfect. En dan gewoon roeren, hè? Ja. Oké. Dat ziet er al heel cool uit, hè? Ja, dat ziet er echt slime uit. Oké, perfect. Dan mag je die nu eventjes aan de kant zetten. En dan gaan we door met de volgende stap. Dat is de pulp van de banaan maken. Daarvoor mag je een banaan nemen, een kommetje en een vork. De banaan die mag je pellen en dan gaan we die in brokjes in het kommetje doen. We gaan die pletten en dan hopen we daar een mooi papje van te maken. Dat is ook wel gemakkelijk. Dat gaan we lukken, hè? Zo. Alle brokjes. Ja, dan mag je en gewoon pletten, hè? Pletten tot een papje. Perfect. Daar mag je nu 5 eetlepels van de extractiebuffer aan toevoegen. Oké. Perfect. En daar gaan we nu ook nog 100 milliliter water aan toevoegen. Oké. Het is een beetje zoals een omeletje maken, hè? Ja, ik voel me echt als chef kok zo. Perfect. Oké, dan gaan we dat mengseltje nu filteren om alle blokjes eruit te halen. Okay. Dus je mag een glaasje nemen en een filter. Dat kan een klein zeefje zijn, maar dat kan even goed ook met een koffiefilter gebeuren. Wij gaan dit gebruiken vandaag. Ja, klopt. Okay. Er goed insteken. Voilà, en giet dat er maar voorzichtig over. Yep. Ja, hiervoor gaan we eventjes geduld moeten hebben, maar dat komt wel goed. Maar het komt er wel in, hè? Ja. Voorlopen. Hebben we heel de extractie nodig? We hebben 50 milliliter nodig. Alright, we gaan nu 50 milliliter afmeten van het papje dat we gemaakt hebben. En daar gaan we pure alcohol aan toevoegen. Liefst zo puur mogelijk. Dus wij gebruiken een alcohol van 96%. Okay. Maar je kan het thuis ook uitvoeren met een ontsmettingsalcohol van 70% bijvoorbeeld. Maar liefst zo hoog mogelijk in graden. Oké, dus gewoon... Neem je er maar bij. Dus we hebben 50 milliliter hier van ons extractiepapje. En daar gaan we 50 milliliter alcohol aan toevoegen. Oké. Voilà. Goed. We gaan dat opnieuw in een glaasje gieten, zodat we het resultaat uiteindelijk mooi kunnen visualiseren. Perfect. En dan gaan we het nog eventjes in een koud waterbad steken. Okay. Dat gaat ervoor zorgen dat we mooi de scheiding gaan zien tussen het DNA en de rest van de pulp. Oké. Gewoon erin leggen, hè? Ja. Okay. En dan opnieuw gaan we eventjes moeten wachten. Normaal gezien zijn een 5 minuutjes wel voldoende. Voilà, zie. Dan kunnen we eens kijken naar het resultaat. Kijk, oeh, dat is precies een wolkje. Ja, dat witte wolkje is dus het DNA die wij uit de banaan gehaald hebben. Nice. Oké, Laura, dit is echt, echt supercool. Maar waarom doen we dat nu eigenlijk allemaal? Dus we zijn eigenlijk het DNA uit de celletjes van de banaan gaan halen. Okay. Celletjes, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van het leven. Hè? Ik ben opgebouwd uit celletjes, jij bent opgebouwd uit celletjes. En in die celletjes zit er DNA. En het DNA is eigenlijk de code van hoe dat wij eruit zien, hoe dat ons lichaam werkt. En dat bevat ook informatie over de ziekte die wij krijgen of die wij hebben. En dat is eigenlijk iets dat wij bij BioLizard onderzoeken. Cool. Oké, Laura, dit is echt keicool. Dat zorgt er echt voor dat ik super excited ben om wetenschappelijke experimenten uit te voeren. En dat maakt wetenschap ook keicool. Dat is de bedoeling, hè. Je kan dit experimentje ook met andere soorten fruit uitvoeren en dan kijken of het een verschil maakt, bijvoorbeeld. Nice, dat is echt geniaal. Dat is zeker geniaal.